is vandaag dinsdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Nu denken jullie, Pam, waarom heb jij in godsnaam weer niet op maandag gevlogd? Dat heb ik wel, een klein stukje. Alleen ik had de vlog niet geopend. Dus ik dacht, ik open de vlog eerst even zo. En dan laat ik nu het stukje zien van wat ik gisteren heb gefilmd. Ik was weer bij Bas en Martijn om samen Chateau Meiland te kijken. En ik heb weer een stukje gefilmd. En het is weer echt hilarisch. Het is vreselijk. Ik heb allemaal rimpels hier. Die heb ik te strak gedaan, Max. Ach, moet je luisteren. Dit is vreselijk. Ik heb allemaal rimpels hieronder die er nooit zaten. Doe een knoopje terug. Dit is... Au, doet ook. Ik krijg zelfs tranen in mijn ogen van de pijn. Weer die elastiek los. Sorry. Hij kan niet aan. Oh ja, dit. Weer die elastiek. Dit is de derde keer. Maar mam, zie je het ook echt van. I don't give a fuck. Opa, nog een keer. Hij kan nog niet strakker. Maar goed, het is dus vandaag dinsdag. Dinsdag is echt een van mijn favoriete dagen. En dat komt omdat ik om 11 uur begin. Dan heb ik een uurtje jazz tot 12. En dan heb ik tussenuur tot 3 uur. Dus dan ga ik altijd lekker naar huis. Ik kan daar nu alweer naar uitkijken. Want dan kan ik gewoon lekker schoolwerk doen. Of een video editen. Dan heb ik gewoon even tijd om iets voor mezelf te doen. En dan heb ik om 3 uur weer les tot 7. En dan ga ik daarna nog even studeren. Dus ik ben wel daarna nog een lange tijd op school. Maar ik vind het gewoon heel chill dat ik die tussenuren heb om even lekker naar huis te gaan. Ik heb gewoon zin om eventjes dan wat nuttige dingen te gaan doen. Ik weet nog niet of ik mijn video ga editen of aan school ga werken. Ik wil eigenlijk mijn video editen, maar ik ga wel even kijken wat ik ga doen. Zo, nou, ik ben weer even lekker middagje thuis geweest. Ik heb mijn video uiteindelijk geëdit, want ik had daar echt heel veel zin in. En anders gebeurt het allemaal weer niet. En ik wil gewoon video's uploaden. Ik heb nu dramaturgie, zometeen op school. Tot 4:30. En dan daarna hebben we officieel de theateratelier tot 7. Maar we gaan nu in kleine groepjes werken. Dus ik heb nu pas om 6:30 dan weer les. Ga ik daarna studeren. Dus ik kan tussen dramaturgie en theateratelier kan ik nog even naar huis gaan om te eten. En dat vind ik heel chill. Want dan kan ik gewoon de hele avond door. Want anders heb ik weer honger. En dan ga ik toch weer binnen een uur naar huis. En nu ga ik denk ik gewoon van 7 tot 9 studeren. En dan lekker naar huis en chillen en slapen. Dus helemaal top dit. Het is vandaag... Ik heb jeuk aan mijn oor trouwens. Het is vandaag woensdag en ik ben nu lekker thuis uit school. Ik wilde eigenlijk deze avond nog studeren, maar ik was er echt helemaal klaar mee. Ik dacht, ik ga naar huis. Ik heb genoeg gezongen vandaag. Ik vind het helemaal prima. Dus ik ben nu lekker thuis en ik ga even eten maken. En ik ga weer een receptje doen die ik al heel lang niet heb gemaakt. Het is super simpel, super goedkoop, super lekker. Dus ik dacht, ik deel het met jullie. Ik heb het recept ook, of nou niet het recept, maar het idee, een beetje gestolen van By Noelle. Zij maakt ook altijd weekvlogs en zij maakt af en toe kookvideo's. En dan speciaal voor studenten. En dat vind ik echt mega chill, want ik ben soms echt de inspiratie kwijt. En door haar ben ik hier weer achter gekomen. Ik heb het al ooit een keer eerder gemaakt. Maar nu dacht ik, ik doe het weer. Ik denk dat de meeste van jullie allemaal wel heel erg van pizza houden. Ik ook. Maar er bestaat een gezondere versie. En dat is een wrap pizza. En dat ga ik nu maken. Het is eigenlijk gewoon een pizza op een wrap. Dus het is net eventjes ietsje beter. Omdat je niet die dikke bodem hebt. Wat vol met koolhydraten en weet ik het wat zit. Natuurlijk is het nog steeds niet het allergezondste om te eten. Maar het is beter dan een pizza bodem. Whatever. En al is het niet gezond. Het is lekker. Dus gewoon lekker eten. Ik ben de oven aan het voorverwarmen op 200 graden. Dat is ook dat vervelende geluid wat je op dit moment hoort. En eigenlijk het enige wat ik erop ga doen, wacht even, ik heb wraps, dan doe ik er tomatenpuree op, mozzarella, tomaatjes en dan heb ik hier nog ham. Ik denk dat ik er eentje met ham doe en eentje zonder ham. En dan doe ik nog een beetje basilicum erop. Dus echt heel simpel.
maar wel vet lekker. Dus dat ga ik maken. En het is eigenlijk heel simpel. Ik beleg de wraps gewoon met de ingrediënten. En dan doe ik het vervolgens ongeveer 5 minuutjes in de oven. Zodat de bodem iets krokanter wordt en de kaas lekker kan smelten. En dan heb je heerlijke wrap pizza's. Yay! Nou, ik heb ze lekker belegd. Hier lekker met ham en hier lekker zonder ham. En dan gaan ze de oven in. Ziet dit er goed uit? Of ziet dit er goed uit? Oh, heerlijk. Goedenavond, het is vandaag donderdag. Ik ben thuis van school. Het was een hele lange dag weer, zoals elke dag. Ik moet zeggen, ik ben echt kapot. Ik ga nu lekker op mijn bankje een film kijken. Daarna ga ik lekker slapen. Nog één dagje en dan is het weekend. Dat is heel fijn. Ik ben ook nu echt even op het punt. Het ging best wel prima, maar ik ben nu echt zo een beetje op zo'n punt dat ik denk, ik trek het allemaal even niet meer. Het is gewoon heel druk op school. En als ik dan zeg maar weer even alleen ben thuis, dat vind ik soms zo lastig. Kijk, als je op school bent, zit je zo in zo'n sleur en dan kom je de dag wel door en dan is het helemaal prima. En dan soms als ik dan weer even helemaal alleen ben en even met niemand praat en gewoon letterlijk echt alleen even met mezelf ben. En dan kunnen er soms gewoon even, ik weet niet, moeilijk uit te leggen, maar dan kan het soms gewoon even veel worden. Dan ga ik over dingen nadenken en dan kan ik me gewoon even kut voelen of zo. Of nou, niet kut voelen, dat vind ik het verkeerde woord, want dat is het niet. Maar gewoon even zwaar. Goed verhaal. Wilde ik gewoon even delen. Zelfde plek als hoe ik de vlog gisteren heb geëindigd. Maar het is vandaag vrijdag. En ik ben dood. Ik ben echt kapot. Ik heb gelukkig volgende week nog maar een weekje les en dan alweer vakantie. Daar ben ik ook echt aan toe, zal ik je vertellen. Het is op dit moment 10:00 s'avonds en ik ga nu naar mijn bed, want ik ben echt klaar. Ik ben nog even in Tilburg. Morgen ga ik heel even studeren op school. Dan neem ik denk ik rond 12:30 of zo de trein naar huis. En dan ben ik morgen en zondag lekker thuis bij mama. Dus dat gaan we lekker doen. En nu ga ik snel naar bed. Ik merk ook dat mijn stem echt super moe is. Maar ik heb ook de hele avond niet gepraat. Letterlijk sinds ik thuis ben. Mijn stem denkt nu, hou eens even je mond dicht. Dus dat ga ik ook zeker even lekker doen. Ik heb nog helemaal niet verteld, maar we zijn met Jeremy. En we hebben ook bijna te laat. Ja, ik was bijna te laat. Maar zoek gewoon op YouTube, geef reviews. Jeremy Hazeleger. En Jess. Hi! Het is vandaag zondag en ik ben weer terug in Tilburg. Het was weer een kort weekend thuis, maar we zijn weer terug. Ik heb net boodschappen gedaan en ik dacht ik laat weer even zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik moet zo meteen allemaal maaltijden gaan maken voor deze week. Omdat ik gewoon echt elke dag deze week tot 9:30, 9:30 op school zit. Dus ik moet mijn eten gewoon meenemen. Want ik heb gewoon geen tijd om te koken deze week en om eten te maken. Dus ik ga even flink voorbereiden, zodat ik de hele week gewoon kan eten. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Nou, hier liggen de boodschapjes. Ik had ook nog heel veel dingen in huis, dus ik heb niet alles hoeven halen. Ik heb bladspinazie in de vriezer. Die gebruik ik in mijn smoothie, maar ik eet ook heel vaak spinazie. Ik vind dat heel erg lekker. Champignons. Zongedroogde tomaat. Kiwis. Ik heb van die reusable vershoutzakjes gehaald. Omdat ik elke keer kiwis koop en zo'n zakje erbij neem. Maar dat is natuurlijk gewoon echt heel erg slecht voor het milieu. Dus ik moest deze van mezelf even halen. Kost 70 cent. Crackers. Deze was in de aanbieding. Love it. Melk. Vind ik de laatste tijd best wel lekker om af en toe te drinken. Witte kaas. Heel erg lekker. Courgetti en twee courgettes. Achteraf gezien dacht ik dat ik er ook één kon halen, maar ik heb er twee. En dan heb ik ook nog tonijn. Ik ga nu koken en ik laat zo meteen wel even zien wat ik allemaal heb gemaakt.
Oké, dit is wat ik heb gemaakt. Het ziet er echt uit als een prutje, maar het is echt super lekker. Oké, het is parel couscous met tonijn, zongedroogde tomaat, feta en courgette. Dus het is echt super makkelijk om te maken, maar echt heel lekker. Dus dit ga ik deze week lekker mee naar school nemen. En in de vriezer heb ik nog meer bakjes staan met eten. Kijk, hier in mijn koelkast heb ik mijn prachtige inimini vriezertje. En hier heb ik nog meer parel couscous. Dus ik kan dat in principe twee keer eten deze week. Ik kan het ook in de middag meenemen. Dan heb ik nog pasta met zalm en champignon en roomsaus en dat soort dingen. En dan heb ik daaronder nog een bakje met groenten en vlees die ik al allemaal heb gebakken. Dus dat hoef ik ook alleen maar te laten ontdooien en op te warmen. Dus ja, dan heb ik alweer 3 dagen eten. Dus dat is echt heel erg fijn. En morgen ga ik courgetti maken met champignon en spinazie. Dus daar zal ook wel genoeg van worden gemaakt. Dus daar kan ik dan ook nog een bakje van maken. Dus ik overleef het wel deze week. Helemaal top. Zo, nou, het is tijd om te gaan slapen. Ik ben echt super moe. Ik heb wel lekker huiswerk kunnen doen deze avond. Dus daar ben ik heel erg trots op. En nu ga ik snel mijn bedje in. Dus bij deze sluit ik de vlog ook af. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doeg!